Ja, Sigrid de Nooijen, 2-0, verliesje van Feyenoord. Als je dat van tevoren zegt, dan zegt iedereen, wow, het valt mee. Ja, maar dan moet je wel even kijken tegen wie we spelen natuurlijk. Hè? Want heel veel jongens zijn weg van Feyenoord, internationals. Maar dan blijft er nog wel een goed elftal over. En dan hebben we het prima ingevuld. En ja, we hebben iedereen laten voetballen. Dus ja, dat is voor hun is natuurlijk een belevenis, heel simpel. Ja, bij 0-0 krijg je nog een dot van een kans. Met de kopbal van Joël Thomas op de lat. In de tweede helft diezelfde Thomas op de paal. Heb je dan toch het idee dat we hier misschien wel moeten en kunnen scoren? Wel kunnen scoren, ja. Want ik kreeg voor het laatst met Alessio ook nog een kans. Hè, met die stift. Hè, als je hem gewoon net even iets in de stift gaat hij er ook in. Maar oké, dan had je een goal kunnen maken. En, maar oké, aan de andere kant hebben we ook wel kansjes gehad met op de paal. Maar we hebben niet zoveel weggegeven. En die tweede goal, ik weet niet of die houdbaar of niet houdbaar was, dat kon ik niet zien. Maar oké, twee keer Kramer, denk ik. Ja, dat doet hij goed. Ja. Hoe zag je deze wedstrijd in de aanloop naar Helmond Sport, waarin jullie na de break gaan spelen, toch nog meer vertrouwen tanken na die prachtige overwinning op koploper VVV? Ja, tuurlijk. En ook gewoon als een eerste instantie natuurlijk voor het goede doel. Hè. Dat lijkt me duidelijk. Nou, de tweede instantie is natuurlijk voor de jongens die nog nooit in de Kuip hebben gespeeld. Daarom ook iedereen laten voetballen. Ik was ook blij dat die bal even uitging, want dan zat die jongen voor het laatst bijna niet in kunnen komen. Maar, nee, en natuurlijk ook gewoon het elftal laten staan waar we mee gestart zijn. Of tenminste, waar we geëindigd zijn bij VVV. Nou ja, dat geeft ook vertrouwen natuurlijk. En dat moeten we doorzetten. En we hebben morgen nog een training. Dan hebben we een paar dagen vrij. En dan gaan we maandag richting Helmond Sport zorgen dat we daar weer punten halen. Wat vond je van Feyenoord? Ja, je zei het zelf al, heel veel spelers zijn weg. Dus ze speelden niet met hun vaste elf. Maar goed, Kuyt komt erbij. Er zijn wel jongens die in de tweede waaien zitten, zoals het zo mooi heet. Wat vond je van ze? Nou ja, daar ga ik geen oordeel over vellen. Heel simpel. En je eigen ploeg, wat ben je wijzer geworden? Nou ja, wijzer in ieder geval dat we goed mee kunnen voetballen. En dat we aardig kunnen voetballen. Maar dat we eigenlijk net even de stootkracht missen om een goal te maken. Maar dat we wel goed uit de discipline hebben gespeeld. En we gingen ze opvangen. We lieten een aantal mensen gewoon vrij aan de bal. Nou ja, dat zag je dat het redelijk uitkwam. Ja, en dan moet je toeslaan in de counter. En dat hebben we aantal keren goed gedaan. Alleen dan moet die laatste bal wezen. Dus de voorzet moet goed zijn. En want Everon een paar aardige acties. Maar ja, het moet net die laatste bal goed zijn. En je moet op tijd zijn voor de goal. Nou ja, we hebben 3 of 4 goals gecreëerd. Wat je zei, 2 op de paal, 1 keer dat we nog konden scoren. Maar oké, op zich is het slecht gedaan van die jongens. Tot slot, Alessio de Kroes. Altijd als ik hem zie voetballen, zie ik hem veel goede dingen doen. Goede voetballer. Waarom speelt hij niet altijd? Nou ja, net wat ik zeg. Ik heb het elftal laten staan waar we mee geëindigd zijn. En oké, richting volgende week, dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Dus, maar dat hij er dicht tegenaan zit, dat ziet iedereen wel. Wordt het zelf nog mooi om weer terug te zijn in de Kuipers uit Feyenoord? Ja, nee, maar het blijft altijd leuk om hier te zijn. En het was natuurlijk ook dat het redelijk vol was. En dat is voor die gasten. En dat is natuurlijk voor een trainer ook. Maar je ziet wel dat er weinig druk op het spel was. Dus, maar nogmaals, het is altijd leuk om oude bekenden tegen te komen. En nog jongens te zien waar je nog zelf mee gevoetbald hebt.